In het centrum van Hilversum is de grote kerk van de Nederlands hervormde gemeente door een hevige brand veranderd in een puinhoop met muren eromheen. Het gebouw dat plaats kon bieden aan ongeveer 1500 kerkgangers en dat oorspronkelijk uit de middeleeuwen stamt, werd reeds tweemaal eerder geheel door vuur verwoest. Daags na de brand moest er nog de hele dag worden nageblust en bleef het gebouw onder bewaking, omdat er vrees bestond dat de muren konden instorten. Een 18e-eeuwse preekstoel, de bibliotheek en Hilversums grootste orgel gingen verloren in de vlammen, die de stenen toren niet konden aantasten. Na de melding dat de grote kerk in brand stond, bracht de brandweer onmiddellijk zijn zware materieelinstelling. Niet alleen om water op de vlammen te werpen, maar ook om de omliggende gebouwen, zoals een museum en het postkantoor, nat te houden. De geweldige vuurgloed, die vooral door het brandende dak veroorzaakt werd, hield in het avondspitsuur duizenden mensen in het centrum vast. Binnen een uur was de kerk zelf voor een groot deel uitgebrand, maar er bleef gevaar voor de omgeving door een geweldige vonkenregen uit de brandende torenspits. Iedereen wachtte op het moment dat de toren zou vallen. Er bestaan reeds plannen om met de intact gebleven toren als middelpunt de kerk voor de derde maal weer op te bouwen.